De nieuwe ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, Walter Oostelbos, heeft gisteren zijn geloofsbrieven overhandigd aan president Santokki. Ambassadeur Oostelbos was in 2018 al plaatsvervangend chef de posten gedurende ruim 10 maanden. President Santokki sprak de hoop uit dat de ambassadeur als hoogste vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden zich zal inzetten om de bilaterale relatie tussen beide landen verder te versterken. Een delegatie van het directoraat Water van NH en het waterbedrijf Bosak hebben in het kader van de drinkwatervoorziening gedurende 3 dagen de dorpen Pamboko, Guyaba, Yoyo, Gunsi en Baikutu in het boven Suriname gebied bezocht. In de dorpen Pamboko en Guyaba zijn er servicewerkzaamheden aan de oppervlakte waterzuiveringsinstallaties uitgevoerd. De Gunsi en Yoyo zijn kroetoes gehouden over de op te zetten systemen met het traditioneel gezag over de locaties voor het op te zetten oppervlaktewaterzuiveringssysteem. In het kader van de herdenking van 170 jaar vestiging van Chinezen in Suriname organiseert de Nationale Commissie Jubileumjaren 2023 in samenwerking met de Lions Club Paramaribo Noord een Mahjong Drive. Het betreft een Mahjong-wedstrijd onder het genot van Chinese lekkernijen, waarbij de opbrengst bestemd is voor de inrichting van kindvriendelijke ruimten in het Sint-Vincentius ziekenhuis en het Academisch ziekenhuis Paramaribo. De kinderruimte in het Sint-Vincentius ziekenhuis zal dienen voor de behandeling van kinderen met kanker, terwijl in het Academisch ziekenhuis Paramaribo een kindvriendelijke ruimte wordt ingericht bij de spoedeisende hulp.